Hallo luisteraars en amateurs, u bent opnieuw verbonden met Atletico. Hij had in het geheim een sterke zender, Atletico, dat droeg hij als naam. Hij had reeds een grote bekendheid. Zondagsmorgens was hij op de band. De nieuwste plaatjes kon men van hem horen. De rapporten kwamen ver uit het land. Het ging goed tot einde februari. Daarna was het met Atletico gedaan. Op PDT, waarom moest dit gebeuren? De vleugellam, dankzij de overheid. Atletico uit de lucht, dat werd een droeve klucht. Daar heeft men luisteraars mee. Atletico uit de lucht, dat werd een droeve klucht. Daar heeft men luisteraars mee. Wij zullen hopen dat hij gauw terugkeert, want het was de mooiste hobby die hij had. En mocht u hem eens horen in de eten, vraag gerust een verzoekje bij hem aan. Hij zal de plaatjes graag weer voor u draaien en neemt het risico voor uw plezier. Dit was het, vanaf hier ik ga nu sluiten. Dat zegt Atletico, misschien weer op de band. O PTT, waarom moest dit gebeuren? De vleugels lam, dankzij de overheid. Atletico uit de lucht, dat werd een droeve klucht. Daar heeft men luisteraars mee. Atletico uit de lucht, dat werd een droeve klucht. Daar heeft men luisteraars mee. O PTT, waarom moest dit gebeuren? De vleugels lam, dankzij de overheid. Atletico uit de lucht, dat werd een droeve klucht. Daar heeft men luisteraars mee. Atletico uit de lucht, dat...